Ruud de Wild straalt als een gloeiende vuurbal van liefde. In een recente aflevering van de podcast Geen Filter, geleid door Farja Farvardin, werd de bekende radiopresentator gevraagd naar de stand van zaken in zijn liefdesleven. Met een brede glimlach van oor tot oordeelde Ruud dat het heel goed zit en hij bekende ook openlijk gelukkig en verliefd te zijn. Hij hield echter mysterieus stil over de details van zijn relatiestatus. Amper een maand geleden gaf Ruud een inkijkje in zijn liefdesleven aan Show News. Waarbij hij duidelijk maakte dat hij verre van zielig was. Het gaat prima, benadrukte hij destijds, terwijl hij vaag antwoordde op de vraag of er speciaal iemand in zijn leven was. Vast wel, maar ik weet niet wie, voegde hij er speels aan toe. Ondertussen liet zijn voormalige geliefde OJ Gulsen onlangs van zich horen via Instagram, waar ze reflecteerde op haar eigen geluk. Als je opgroeit, heb je het idee dat je iemand nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar hier ben ik. In mijn veertiger jaren, single en nog nooit zo gelukkig geweest, deelde ze met haar volgers. Eerder dit jaar onthulde Olje meer details over haar breuk met Ruud in een gesprek met Vrouw Magazine. Ik denk dat we gewoon twee heel verschillende mensen zijn, met andere interesses en behoeften in het leven, reflecteerde ze. Toen ze samen gingen wonen, kwamen die verschillen steeds meer naar voren. Ruud heeft een meer gestructureerde levensstijl, terwijl ik impulsiever ben. Ik wil niet in januari al mijn vakantieplannen voor jullie maken. Dat idee geeft me gewoon jeuk, gaf ze eerlijk toe. Er waren veel van dit soort kleine dingen waarvan ik dacht: Ben je serieus? Waarom ben jij zo? Dat gevoel verdween niet. Ik denk dat we allebei heel lang hebben geworsteld voordat we durfden toe te geven: hé, hey, dit werkt gewoon niet.